Yo, wat up gasten, welkom bij YouTube het echte leven. Een video waarbij ik YouTube heb in het echte leven. Alle dingen die ik het uitbeelde ben, kan je lezen in de rechteronderhoek van deze video. Heel erg bedankt voor alle groene duimpjes en veel kijkplezier. Naakte meisjes, naakte meisjes, heel veel naakte meisjes die zoenen en zo, zijn lesbische naakte meisjes. Allemaal, oh, hey. Oh, wat naakte meisjes? Nee, natuurlijk niet. Ik ga je wat vertellen over mijn leven. Vaak dat ik allemaal... Ja, niet op... Oh, wauw, gefeliciteerd. Groen duimpje. Waar de hel ben ik? Hallo, je bent op YouTube. Oh ja, natuurlijk. En wie zijn jullie dan? Nou, ik ben dus een Spooky Town HD-kanaal. En wat doe jij? Nou ja, ik... praat over videospelletjes heen. Oh, hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, ik speelde laatst Slender, een horrorspel waar je 8 blaadjes moest verzamelen met een zaklamp. Nou, ik liep door dat bos heen met een zaklamp en op een gegeven moment zag ik daar iemand staan achter een boom. Ik liep naar die boom toe, ik keek zo rustig achter die boom en op een gegeven moment voelde ik een hand op mijn schouder. Ik draaide me langzaam om en als jij wil weten hoe dit afloopt, dat ga ik je vertellen bij 5000 groene duimpjes. Ah, nu ben ik benieuwd. Groen duimpje. Serieus, we zijn met z'n tweeën, idioot. Die 5000 van hen, die halen we nooit, maar... Wie ben jij dan? Nou ja, ik ben Mr. Buckloss Decoration Lip Lab. En vandaag wil ik met jou gaan praten over wc-papier. En niet zomaar wc-papier, maar dit wc-papier. Moet je eens voelen, kijken en doen hoe zacht en fijn het is. Ik zweer het je, voor elke huid is dit perfect. Het voelt fijn, het is fijn, het gaat lekker. Het... Ja, oké, ik snap het wel, maar wat kan ik nou doen met YouTube? Nou ja, je hebt veel kattenfilmpjes en honden op skateboards en surfplanken. Goedemiddag mensen. Oh ja, nee, natuurlijk. En jij bent? Hij kent me dus niet. Nou ja, ik ben YouTube en ik moet zeggen, deze layout begint me een beetje te vervelen. Tijd voor wat nieuws. Zo, een nieuwe layout. Kijk, dit bevalt me al direct een stuk beter. Wordt het veel leuker van, hè? Kom op, vind jij dit nou echt een betere setting? Alles is kapot, hier is hier niks. Hey, als je wat te zeuren hebt, dan gebruik je de feedbackknop maar, hè. Later. Ik wil de oude layout terug. Ja, ik dus ook. Hé, groen duimpje als je de oude layout terug wil. Oh, groen duimpje. Oké, super. Jullie hebben je groene duimpjes. En wat nu? Ja, geen idee eigenlijk. Jullie zijn samen echt volkomen achterlijk, weet je dat. En het is niet... Hé, rot even op met die reclame. Hoezo? Hoezo? Het is mijn video. Ga gewoon weg. Sorry hoor. En nou jij dat stomme ding voor je gezicht even weg. Maar dat is mijn annotatie. Ik hou van One Direction. Ah, serieus? Kijk eens deze video. Oh ja, deze vier jongens ken ik. Ja, die doen One Direction altijd. Nou, de Beatlos, de BBH-tos, de Beatlos. Ik weet niet. Jij bent echt een verschrikkelijke mogol. Sorry jongens, maar ik vind het weer een beetje saai worden. Tijd voor een kleine verandering, hè? Zo, dit is al direct weer een stuk beter, hè? Kan je ophouden met het veranderen van de layout? Het is echt heel fijn, hij is weg. Oh, shit. Wacht even, jongens, mijn vriendin. Deze moet ik pakken. Ja? Sorry, dit bufferen duurt te lang. Ik ga er vandoor, man. Hey, later. Nee, is goed, man. Ik spreek je. Wow, wat is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Nou ja, je begon in één keer te bufferen en groen duimpje als je moest lachen. Serieus, dan krijg ik weer problemen. Kan je daarmee ophouden? Ik word nu echt naar van de elke keer dat jij daar staat met je kleine... Nou, sorry hoor. En goed zo, en wat is er aan de hand? Oh, dat is Vivo. Die censureren hier alles op YouTube. En jij hebt trouwens 301 kijkers en 500 groene duimpjes. Dat kan niet. Hallo, groen duimpje als het je opvalt. En hou eens op met het vragen om groene duimpjes. Ha, wie heeft er zin in een nieuwe... Ja, ik weet dat we naar een nieuwe layout gaan. Doe het maar. Oké, hier gaan we. Zo, en dan nu even... Oh, shit. Mijn telefoon, die ligt nu nog buiten. Weet je wat? Ik haal hem wel voor je op en hou op met zeiken. Ja, doe ook maar. Dan ben ik voor jou in ieder geval af. Inderdaad, hè. Wat een lul. Groen duimpje als je niet de kamer uitgegooid wil. Zo, nu ben ik ook van jou af. Eindelijk wat rust. Hey, jongen, gast, welkom bij een nieuw gesprek tussen jou en mij. Ik wil vandaag even gaan praten over een smoes, want ik ben een beetje te lang van rit. Ik ga het naar beneden. Ik knoop tegen de boom, zegt de boom tegen mij, de klootzak mee. Zegt tegen de boom, hoe bedoel je, boom, kunt toch niet praten? Sorry, kan je mij misschien met rust laten? Het is een lange, lange dag geweest. Oh, nou ja, dan zal ik je wel met rust laten. Alleen, mocht je dit een leuk gesprek hebben gevonden, geef vooral even een groen duimpje. Abonneer op mij, kan je vooral doen. Dan krijgen we veel vaker een gesprek. En bedankt voor het kijken en ik check jou later. Oké, hou je ook heel even dicht. Wat was er met hem aan de... Banjo! Ja, dat was... raar. Oh.